welkom bij een nieuwe video. Ik denk dat we dat maar niet moeten gaan doen. Maar wat ik wel kan doen, is jullie even bedanken. Voor de duidelijkheid, dit is niet een... Ik ga stoppen met YouTube video of zo. Dit is niet een video, ik ga minder uploaden op YouTube. Maar dit is een oprechte dankje video aan jullie. Want ik vind dat YouTubers dat niet genoeg doen. En ik vind eigenlijk dat ik dat wel een keer kan doen. En ik weet dat wij nu op de 1.7k zitten... Dat wij niet het grootste kanaal ter wereld zijn. Wat ik wel vind, is dat deze community, deze kleine community hier, intens hecht is. En dat vind ik heel hard. En ik ben daar heel erg blij mee. De reden dat ik dit kanaal startte was omdat ik die hechte community van mijn oude kanaal miste. Ik miste het gevoel van eigenlijk altijd gewoon met iemand kunnen praten. En dat met iemand praten, dat is dan in de vorm van op een camera. Maar ook natuurlijk met jullie comments en met de Discord. En ik denk dat de meeste van jullie het ook weten. En anders heb je het misschien wel gemerkt dat ik eigenlijk op elke comment reageer. En het is omdat ik ervan hou om de comments te lezen. Ik hou ervan om die interactie te hebben met mensen. Of het nou negatieve comments zijn of positieve comments. Gewoon iemand die vertelt over zijn dag waarin ik gewoon op reageer. Of andere dingen. Ik vind dat geweldig. Ik hou van die interactie met jullie. En ik merk dat op dit kanaal die interactie echt intens veel is. Vooral als ik kijk naar de interactie op dit kanaal in vergelijking met andere kanalen met hetzelfde aantal subs dat ik heb. Niet om opeens cocky over te komen of zo, maar als ik kijk naar andere kanalen dat mijn aantal subs hebben, dan zie ik meestal dat ze maar 5 of 10 comments op een video hebben. En bij ons zit het echt wel. We zitten echt wel tussen de 50 en 100 comments bij bijna elke video. En niet alleen dat, maar ook het aantal volgers dat ik van mijn YouTube naar mijn Insta nu al over heb kunnen brengen. En überhaupt de DM's die ik krijg van jullie. Ik heb het gevoel dat het eigenlijk te veel is voor het aantal subs dat ik heb. En ik vind dat alleen maar leuk. En niet alleen dat, maar ook gewoon hoe we hier persoonlijke memes hebben. Hoe we hier inside jokes hebben op het kanaal. Dat eigenlijk bijna iedereen kent. Het is heel random, maar als ik een live join van bijvoorbeeld Acid, zie ik misschien wel 10 van jullie in de live chat die dan ook zeggen van yo Lessie, yo jij ook hier. En ik weet niet, het is gewoon hard. Het is gewoon leuk. Ik vind die community leuk. We hebben een actieve community en ik hou daarvan. En daarvoor wil ik jullie bedanken. Ik weet niet hoe ik het anders in woorden moet zeggen. Het is gewoon fucking hard. Aan het begin van het kanaal hadden we het ook de cult genoemd. Zo noemden we eigenlijk jullie. Gewoon de kijkers, want mensen gingen er maar mee. En ook in de livestream wordt er nog steeds soms de cult gezegd. En het is ook eigenlijk een soort van cult. Want ook als ik een video over iemand maak, zie ik eigenlijk bijna elke keer wel in de reacties van diegene allemaal comments van jullie. En meestal zou je dan zeggen van, oh, maar dat is eigenlijk niet goed, want ik maak roasts over mensen. Dus dan krijg je heel vaak dat je haatcomments krijgt op iemand of zo. Maar dat is eigenlijk bijna nooit het geval. Als het zo is, is het daadwerkelijk een fucking grafdebiel die eigenlijk misschien wel een haatcommentje verdient. Sorry dat ik het zeg. Maar 9 van de 10 keer gaat iedereen mee met de meme. Als ik een video maak over Dutch Vlogs, weet iedereen het is een joke. Het is een jongen van 14 en we zitten gewoon met het te joken en niks is serieus. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, zijn er zoveel van jullie die ik zie in de comments van Dutch Vlogs. En eigenlijk gewoon bijna elke Dutch Vlogs video kijkt. Het doel van dit kanaal was altijd om een kleine community te maken. En niet een community alleen op mijn kanaal heen, wat ik natuurlijk het liefst wil, maar gewoon een community in het algemeen met andere YouTubers die ook binnen die community vallen en de kijkers die overlappen op elkaar en dat iedereen eigenlijk gewoon elkaar checkt en je kan eigenlijk mijn kijkers in de comment sectie van Jerjo zien, Jerjo's kijkers in de comment sectie van Dusvlog zien, Dusvlog's kijkers in de comment sectie van Scannen zien, zo het hele rondje. Iedereen die we een beetje meetrekken in deze community, die blijft ook een soort van in de community hangen. En dat is daadwerkelijk nu na, wat is het, 8 maanden, 9 maanden dat dit kanaal bestaat, is het al eigenlijk aan de hand. En ik wil jullie daarvoor bedanken, want dat is all on you en het is fucking geweldig. Ik hou van die shit. Dit is de reden dat ik video's blijf pushen en dat ik ook video's zou blijven pushen voor zolang als dit in ieder geval het geval is. En ik wil ook veel meer met deze community gaan doen. Binnenkort heb je op YouTube een soort van Reddit-achtig iets dat je... Ik kan nu community posts maken en dat gebruik ik trouwens heel veel. Het is net, YouTube is een soort van mijn Twitter. Ik post gewoon wat ik wil. Ik vind sommige dingen gewoon... Het is eigenlijk heel slecht, maar tegelijkertijd best wel heel erg grappig. Maar in ieder geval, die feature van community posts, die komt ook naar jullie toe. Als in jullie kunnen binnenkort community posts op mijn kanaal doen. Onder een ander tapje. Ik weet niet precies hoe het gaat werken. Dat moet YouTube nog uitvinden. Maar YouTube heeft het wel bekendgemaakt dat het echt een ding is. En dat lijkt mij zo ziek. Want ik kan me nu al voorstellen dat jullie memes maken of jokes of screenshots van de video's of dingen zeggen in die community posts. En dan gaan wij daar gewoon
één keer per maand een video'tje over maken. Een soort van wat PewDiePie deed met Lawai. Alleen dan doe ik het op YouTube met jullie en de community posts. En ik vind dat dat lijkt me een heel leuk idee. Ik wil meer met jullie doen. Net zoals de Lessie's Vragenrondjes serie. Dat echt, ik vind het geweldig. Ik ga dat binnenkort weer livestreamen en dan gaan we het weer met z'n allen doen. Het is echt leuk. En de Make It Meme in de livestreams. Ik zei Nathan's livestream tegen Nathan van, yo, doe dat ook even, Make It Meme. En see it for yourself. Wereld openen voor de kijkers van AZIT. Speel Make It Meme met de chat, geloof me, je gaat stuk gaan. The game is insane. Ik weet niet wat dit is, man. Funny! Leslie, dit was een goede call, man. Het is leuke shit. Make It Meme is trouwens allemaal te danken aan Lynn. Ook een van jullie die een keer zei van, yo, doe Make It Meme. En het is een geweldig idee. Ik vind alles aan deze community vind ik leuk. Ook gewoon het feit dat wij eigenlijk al ruzie hebben gehad met best wel grote YouTubers. Laten we zeggen, Round YouTube. Itzai, Defio, Matthias en Mitsen. En eigenlijk dat ze allemaal gewoon hebben gereageerd op de video's. Terwijl, we zijn bij nul begonnen. We zijn nu bij 1.7k. We zijn totaal niet relevant. Maar omdat jullie zo'n cult zijn en eigenlijk die mensen gewoon stalken en gewoon antwoord willen van, yo, waarom doe je deze vage shit? Hebben ze allemaal stuk voor stuk moeten reageren op ons. Ook al wouden ze het totaal niet. Ik heb van de Vio een bericht gehad dat hij dit te horen heeft gekregen via Rapnieuws TV. Dat was het ook weer. Rapnieuws TV stuurt me opeens een video door. Ik denk, huh? The fuck is it? Ik denk, wie de fuck heb ik nou weer boos gemaakt? Rapnieuws TV heeft mij geblokkeerd. Hoe de fuck weet jij dat ik een video over de Vio heb gemaakt? Hoe zijn wij relevant voor die mensen? Nou, ik weet het antwoord door jullie. Niet door mij, maar door jullie. Doordat jullie zo cult zijn en eigenlijk gewoon achter iedereen aangaan. Wat echt ziek is. Als iemand iets fucks doet, dan kunnen wij in principe gewoon met z'n allen een video erover maken. En die mensen gewoon eigenlijk een soort van dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook al willen ze het niet. Ik zeg ook aan het einde van al mijn video's, ik hou van jullie. En tot de volgende video. En ik meen dat wel in a way. Ik hou oprecht van jullie. Jullie zijn fucking ziek. Ik ken de meeste van jullie, bijna alle van jullie, natuurlijk niet op een persoonlijk level. Er zijn zoveel verschillende persoonlijkheden en toch zijn er niet veel mogoltjes tussen. Ze zijn er wel. Ik weet dat de Fire ook op mij geabonneerd is, dus ze zijn er wel. Als iemand een keer iets debiel zegt in de chat, weet ik dat jullie elkaar ook verantwoordelijk houden. Dat doen jullie nu al. De cult is zoals de cult is. En ik ben blij met deze cult. En dat is eigenlijk alles wat ik in deze video wou zeggen. Het is niet zo'n super bijzondere video. Het is misschien niet de beste video op dit kanaal. Maar het is toch een video waarvan ik hoop dat veel van jullie hem gaan onthouden. En ook een video waarvan ik hoop dat jullie mijn waardering van jullie kunnen zien. En dan hoef ik nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik hou van jullie en tot de volgende video. Later. Leslie, nadat hij eindelijk kan stoppen met muziek omdat hij mot wordt met DT.